Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Minister Gilmour Hoefdraad tekent leningsovereenkomst met OPEC Ontwikkelingsfonds. Terugblik op de jaarreden van president Desiré Delano Boutersen. Minister Edgar Dikan neemt wet collectieve rechten in Heemsen en Tribale Volken in ontvangst. Regering ontkracht beweringen over verpanden Afobakadam. Ministerie OWTNC herstelt dambreuk weg naar zee. Douane krijgt modern kantoorpand. In de media circuleren berichten dat de Afobakastuwdam zal worden verpand om daarmee de staatsschuld te verhogen. De regering ontkracht deze bewering ten stelligste. Minister Gilmour Hoefdraad van Financiën gaat in focus als volgt hierop in. Ik moet er altijd om lachen, omdat men stukjes en beetjes van verhalen hoort en dat vertaalt naar weer een doemscenario. Een regering nooit beschuldigen van lenen. Een regering moet haar begroting financieren en een regering kijkt naar verschillende financieringsopties. En we zijn altijd bezig. Ik heb net gepraat over OFID. We hebben vorige week getekend met de Wereldbank. We hebben ook met India Exim Bank allemaal partners in het ontwikkelingsproces. Dus wij zijn altijd bezig daarmee. De verwarring die de Rusland probeert te brengen is alsof wij de dam ergens gaan parkeren en zeggen oké, je mag de dam hebben, zolang ik betaal en dan is de dam van jullie. Nee, dat klopt helemaal niet. In die financieringsopties die we bekijken, is de overheid, de sovereign, verantwoordelijk voor alle leningen. En met de sovereign wordt bedoeld alle actieven, alle inkomsten die de overheid heeft. Wat wel bij komt kijken, moeten we zeggen, in ons financieringsmodel, is dat geld dat vroeger naar Suralco of Alcoa ging, nu in eigen huis blijft. Begrijpt u? En dat geeft natuurlijk een heel ander perspectief aan financieringsmodellen. Want je hebt een financiële stroom die niet meer buiten jou is, die je binnen je eigen kader kan managen. En in onze discussies, in onze financieringsmodellen, worden alle actieven van de overheid meegenomen in financiële stromen. Geen fysieke actieven, want daarmee kan je niks doen. Financiële stromen, wat levert dit op, wat levert dat op? Om te kunnen kijken van wat is de betaalmogelijkheid van de overheid in deze. En dit proces is gaande. Er zijn zeker 3-4 partners die ons modellen aanbieden die wij aan het bestuderen zijn. En ik heb het ook al kort gezegd. Wanneer we eenmaal zo ver zijn, dan maken we bekend met wie we in zee gaan. Maar je kunt begrijpen dat een partner die een model aanbiedt, of partner, dat je niet morgen naar de krant kan stappen en zeggen van kijk, hier ben ik. En dat is wat we altijd de mensen erop hebben gewezen. De financiële wereld is fragiel. Het is conservatief. Het loopt niet vooruit op zaken, anders breng je hele verwarring. Als deal X of Y of Z niet doorgaat, dan ga je weer moeten herschikken, kom je tot een ander systeem. Dus niemand hoeft zich zorgen te maken, er is geen dam als onderpand. We gaan de dam niet verliezen, dat is van ons. Maar het kader, het financiële kader van ons is drastisch gewijzigd, omdat we een 5 miljoen US die we elke maand aan Alcoa moesten betalen, die komt weg te vallen. En dan gaan we even rekenen van wat zijn binnen dit bestek onze verdere mogelijkheden. Dus er is geen verhaal van onderpand. Klopt niet. President Desiré Delano Boutersen heeft op maandag 30 september in zijn jaarrede het parlement toegesproken. Wij brachten u eerder reeds uitgebreid verslag hiervan. Vandaag nemen wij u terug naar dit moment. U hoort naast president Boutersen ook reacties van minister André Misikaba, governor Robert van Tricht en de parlementariërs Mahinder Jogi en Amzat Abdul. Ik maak mij zorgen.
wanneer ik heb geluisterd naar de jaarlieden van de president. Ten eerste, we zien dus dat de president ongeveer 14 miljard SRD nodig heeft om zijn voornemen uit te voeren. De president geeft aan dat er een tekort is van 1,3 miljard. Dat lijkt mij niet juist. De president geeft verder aan dat hij ongeveer 6 miljard gaat lenen en uit schenkingen gaat dekken. Met andere woorden, 6 miljard is niet jouw geld. Je zal het ergens vandaan moeten halen. Tel je hem op met die 1,3 miljard, dan kom je op 7,3 miljard. En dat is meer dan de helft van de begroting. Met andere woorden, we hebben een begrotingstekort van meer dan 50% en geen 4,3% zoals de president dat aangeeft. 1. 2 is namelijk dat de president 7, 8 maanden effectief heeft om te besturen nu naar die verkiezingen toe. En dat ik niet denk dat de president zal komen, hoe goed de voornemens ook mogen zijn, tot de uitvoering van grote zaken waaraan het land iets zal hebben. Het zal blijven bij initiatieven, het zal blijven bij het tekenen van contracten. Toch? En de president focust zich meer, denk ik, op de verkiezingen die komen. En het resultaat van de verkiezingen is voor de president erg belangrijk en ook voor zijn partij. En dat hij zich daarop gaat focussen en minder op het algemeen belang, minder op het Surinaams belang, minder zich focussen op de verhoging van productie, op het tot stand brengen van productie, minder zich focussen op veiligheid, minder zich focussen op zaken die essentieel zijn, de koers naar beneden brengen en al die dingen. Ik denk dat de jaarrede goed heeft gestipuleerd en geëtaleerd wat de 2020 zal bieden, ook over wat er is afgesloten. Een goede beschrijving heeft gegeven van de feitelijke economische ontwikkeling in Suriname. Gezien de stijging in ieder geval van, van de groei, de daling van de inflatie. Mede ook de stijging van de internationale reserve, wat dat teweeg brengt. De projecten die op ons afkomen, het stukje van education, het stukje van financial inclusion, maakt de betrokkenheid van ieder om de mogelijkheid te hebben in het financieel circuit. Ik denk dat dat heel veel zaken zijn die aangegeven zijn waar ik als governor 100% achter sta in die ontwikkeling van Suriname. En governor, wat mogen we verwachten dit jaar 2020 als we het hebben over onze economische situatie? Nou, als je ziet, eigenlijk, we gaan naar richting het einde van het jaar. Ik denk dat we targeten op 3,6% inflatie. Dat is internationaal gewoon een fantastisch cijfer wat we kunnen krijgen daarvoor. Gecombineerd met de stijging van de monetaire reserve, wil dus zeggen dat mijn target in ieder geval is werken aan de country rating van het land Suriname. En exponentieel weergeven dat onze rijkdom omgezet wordt in ieder geval voor de baten van de samenleving. Dat is wat wij doen bedienen en dat is wat ik wil bedienen. Mevrouw de voorzitter, regeringen komen voortgekomen vanuit de revolutionaire gedachte van decolonisatie, hebben telkenmale bewezen dat investeringen in kilometers asfalt en het bouwen van belangrijke bruggen voor economische en maatschappelijke doorbraakzorg. Ik vraag u en uw geacht college om zich voor de geest te halen hoe Nigeria er vandaag uit zou zien zonder de Hienaarbrug. Die werd gebouwd in de jaren 80. En hoe zou Koroni eruit zien zonder de Koppenaambrug? Hoe zou Komowene en Marowene eruit zien zonder de Wenenbosbrug? De jaarrede was duidelijk. Iemand kan hooguit zeggen, ik ben niet eens. Maar over de duidelijkheid, al de beleidsgebieden zijn helder neergezet. Er zijn verschillende zaken, mijn ministerie rakende, aangegeven en inderdaad huisvesting. Laat me zeggen dat de voorbereidingen die we nu treffen, kan ik aan die samenleving zeggen dat we al dansend huizen gaan bouwen in de komende periode. Maar we zijn nog niet klaar met de voorbereiding. Als we zo ver zijn, komen we terug. Er zijn verschillende op maat gesneden programma's die wij gaan uitvoeren. Dus met huisvesting, we gaan natuurlijk, als er 20.000 woningzoekenden zijn, gaan we niet alles in één keer kunnen oplossen. Maar we zullen ervoor zorgen dat geleidelijk aan we de zaak inlopen. Dat komt goed met huisvesting.
Ik kan u meegeven dat de jaarrede die de president heeft gehouden een heel sterke jaarrede is geweest. De president heeft duidelijk aangegeven wat er allemaal gerealiseerd is op verschillende beleidsgebieden en wat het beleid verder zal zijn. De president heeft duidelijk aangekaart waar we naartoe willen en wat de weg is die we moeten bewandelen om daar aan te komen en wat dat zal betekenen voor het volk. Ik kan u meegeven dat datgene wat de president heeft aangekaart gewoon op de huidige realiteit is gebaseerd. Laat me een voorbeeld pakken. Wanneer we praten over infrastructuur, dan heeft de president duidelijk laten merken dat er geen enkele regering is die zoveel aan infrastructurele projecten heeft uitgevoerd en gerealiseerd dan een regering met een NDP-signatuur, een regering met eigenlijk als leider de heer Desiree Delano Boutersche. De voorbeelden zijn daar vanaf de bouw van Henaarbrug tot de bouw van de Weidenbosbrug. Ik denk dat de oppositie zeker in een schok moet vertonen, omdat toen we hier bezig waren om het Dalian 4-project goed te keuren, heeft de oppositie dat weggestemd. De oppositie heeft tegen dat project gestemd. Nu dat we zien dat de resultaten van Dalian 4-project daar aanwezig zijn, dat de resultaten van de verschillende andere infrastructurele projecten daar zijn, dat ze ervan schrikken. Ik wil u meegeven dat menige of delen van het volk een kiek hebben genomen wanneer we spraken over een 6-baanweg. Ze geloofden er niet in, ze hadden geen vertrouwen erin. Maar vandaag de dag zien we dat die 6-baanweg daar is. Het kan binnenkort wordt het geopend. En wat de verschillende mogelijkheden zijn die eigenlijk die weg zal aanbieden. Maar het gaat niet alleen om een weg. Het gaat er om de intentie. En de intentie van deze regering is altijd geweest om flink te investeren in infrastructuur. Omdat we weten en we realiseren dat infrastructuur de basis vormt van ontwikkeling. Vandaag de dag kunnen we bijvoorbeeld aangeven dat de ontwikkeling die de Weidenbosbrug moest brengen, de Weidenbosbrug voorbij zijn gegroeid. We zijn nu begonnen met het praten over alternatieven. Moet er niet een ander brug erbij gebouwd worden om de ontwikkeling van Kommerwijnen en de achterliggende districten te kunnen dragen? En zo kan ik u aangeven dat deze oppositie absoluut geen geloof had in dit soort van infrastructurele projecten. Maar wanneer het gedaan wordt, wanneer het gerealiseerd wordt, in plaats van te erkennen dat er goed werk is verricht, gaan ze aldoor maar met het afkraken van dit soort van projecten. Ik ga u een ander voorbeeld geven en dat is ten aanzien van het Nationaal Breedbandproject. Dezezelfde oppositie heeft tegen dat project gezien. Maar als we vandaag kijken naar wat de rol van ICT is binnen de verschillende beleidsgebieden, dan gaat u zien dat geen enkel land vooruit kan gaan zonder ICT. En Suriname is één van ze. De voordelen van ICT zijn daar en we merken dat. Ze hadden ons uitgelachen toen we spraken over een 4G LTE-verbinding en dat we op weg zouden kunnen gaan naar een 5G, de eerste in de regio. De successen van Telesuur, ze waren bezig om ons uit te lachen. Ze waren bezig om ons uit te lachen daar toen we spraken over Safe City project. Ze hadden geen vertrouwen erin. Vandaag de dag zien we dat Safe City project niet alleen goed is voor Paramaribo en Wanica, maar men van plan is om dat uit te voeren in heel het land, gezien de voordelen ervan. Ze waren bezig om ons uit te lachen toen we bezig waren met het EID project. Een heel belangrijk project wanneer het gaat om vergemakkelijken van de diensten voor het volk. Ze waren bezig om de projecten ten aanzien van ICT en verbetering van de diensten van SOSAFO te bagatelliseren. Vandaag de dag zien wij hoe belangrijk dat is in de ontwikkeling van land en in de ontwikkeling van verschillende woongemeenschappen. Hoe belangrijk ICT is voor de financieel-economische ontwikkeling. Vandaag de dag praten we over financial inclusion. We praten over fintech. Zaken waarover ze nooit hebben gesproken. Eigenlijk zou ik bijna willen zeggen zaken waarover ze nooit gedroomd hadden. Een ander droom waarin zij geen geloof en vertrouwen hadden was decentralisatie van de gezondheidszorg. Dezezelfde mensen hebben een kiek op ons genomen wanneer het ging om de bouw van ziekenhuis Wanica. Het waren dezezelfde mensen die spotjes gingen maken en gingen posten en delen van het volk deden geloven dat het ziekenhuis nooit komt. Vandaag de dag staat het ziekenhuis daar en het wordt technisch afgeleverd eind oktober.
en het wordt operationeel tegen midden van het jaar. We zien dat deze mensen constant de zaken die in het voordeel is van land en volk bezig zijn af te kraken, terwijl de resultaten daar zijn, terwijl de feiten daar liggen. Deze mensen hebben nooit vertrouwen gehad in RGD, maar nu dat we zien dat RGD en het beleid van RGD ervoor zorgt dat de gezondheidszorg gedecentraliseerd wordt, dat er RGD-polyklinieken overal worden gebouwd, dat er apotheken komen, dan zien we dat de zaken die zij het volk hebben voorgehouden niets anders dan leugens waren. Ze moeten zich een keertje gaan evalueren en kijken dat datgene wat ze gesteld hebben wel of niet wordt gerealiseerd. Ik kan u zeggen, stapsgewijs, maar het wordt zeer zeker gerealiseerd. We zijn nog lang niet daar en dat erkennen we. Maar we zien dat er allerlei handelingen, allerlei projecten worden uitgevoerd waarvan we kunnen zeggen dat het in het belang is van het volk, waarvan we kunnen zeggen dat de burger daarvan zeer zeker profijt zal hebben. Suriname heeft ter uitbreiding van de energiesector en het verbeteren van gezondheidsfaciliteiten twee leningsovereenkomsten getekend met Abdulhamid Al-Khalifa, directeur van de OPEC Fund for International Development, OFID. Al-Khalifa heeft de hoop uitgesproken dat met dit initiatief verschillende uitdagingen binnen de desbetreffende sectoren overwonnen zullen worden. De ondertekening vond plaats op dinsdag 1 oktober 2019 op het ministerie van Financiën. Even om te praten over OFID, is een relatie die zo in 6-7 jaar begon. Ze stapte binnen toen ik bezig was op een Wereldbank jaarvergadering om te zeggen van wie en wat ze waren, dat ze hun diensten aanboden. En voor ons op weg naar ontwikkeling was dat natuurlijk een prachtige gelegenheid. And as everybody knows, development journey is not short, it's a long journey, and we will be working with Suriname and on highlighting the best projects to implement. So, with that, I wish you, Your Excellency, and for the government of Suriname, a successful implementation of these projects, and for a good implementation of the development plans in Suriname for the future. Thank you. Thank you very much. What we're here to is een additionele 6 miljoen die te maken heeft, mevrouw Sandel, met alle equipment dat nodig is. Dus ik denk dat we binnen een paar maanden een state-of-the-art operatiekamer zullen krijgen. Sterke IC-unit met alle nodige equipment. Dus we praten echt wel over een totaal verbeterd academisch ziekenhuis. En we gaan steeds verder, want we hebben een dynamische collega en een zeker dynamische directie in AZ die steeds verder gaat voor verbetering. Project waarin zij meededen was rehabilitatie, meer zorg uit binnen traject. Daar zijn ze goed in gekomen met geld die er nog nodig waren. Ik denk iets van 30,8 miljoen. OPEC, Fund for Financing of International Development, focust zeer veel op de ontwikkeling van de landen.
De sociale vraagstukken zijn dicht bij hun hart. En toen begon in feite de toenadering naar de gezondheidssector. Ik moet zeggen dat zij ons, vooral in de moeilijke tijden, enorm hebben bijgestaan in support van upgraden. Je bent een paar keer geweest naar het opleveren van de verschillende vleugels van het beddenhuis van AZ. Om allemaal dankzij OVID een beter AZ. Ik wil zeggen ook betere behandeling, betere service. 6 feitelijk gloednieuwe RGD-polies. Ik wil zeggen dat ook in onze strategie van primary healthcare dat een zeer positieve impact zal hebben op alle gebieden. Ik was bij de inauguratie van een van ze in Nikkeri aanwezig. Als je het gebouw ziet met de faciliteiten, is echt state of the art. Dus zeer zeker, ons distributie, het transmissiesysteem heeft heel veel nodig, ABS. We blijven huizen bouwen, de economie blijft doordraaien. Energie is cruciaal. Dus elke investering in energie komt ons alle ten goede. Wettelijke erkenning en bescherming voor collectieve rechten, traditioneel gezag en bestuur van inheemse en tribale volken. Dit is onder meer geregeld in de wet collectieve rechten, inheemse en tribale volken die op dinsdag 1 oktober is overhandigd aan minister Edgadi Kan van regionale ontwikkeling. Focus neemt u mee naar dit moment. Een gezamenlijke verklaring teken. President van de Republiek Suriname aan de minister van regionale ontwikkeling. Uitwerken voorstellen grondrechtenproblematiek onderwerp. Geachte minister, de door u geleide presidentiële commissies in zaken de rechten van inheemse en tribale volken hebben mij voorstellen aangeboden ter oplossing van het grondrechtenprobleem. De voorstellen houden in een gezamenlijke verklaring van de regering van de Republiek Suriname
en het traditioneel gezag der inheemse en tribale volken in zaken het proces naar de wettelijke erkenning van de grondrechten. Het stappenplan ter realisering van de wettelijke erkenning van de grondrechten der inheemse en tribale volken. De Raad van Ministers heeft tijdens haar vergadering van 22 januari 2018 de bovengenoemde voorstelling goedgekeurd. Ik vraag u om 1. Mijn erkentelijkheid uit te brengen aan alle partners voor hun inzet en goede samenwerking. En 2. In goed overleg te werken aan de uitvoering van de voorstellen die zijn gedaan. Was getekend de president van de Republiek Suriname, D.D. Bouterse, CC vicepresident, minister Jospol, minister RGB en minister Jospol. De dambreuk te weg naar zee is hersteld. Dit is gebeurd door gezamenlijke inspanning van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Op zondag 29 september werd er rond 6 uur in de avond een breuk geconstateerd in een van de waterkerende dammen. Het zeewater kwam hierdoor terecht op de landbouwgebieden in de omgeving van de Brantimakkaweg. Na verdere inspectie is gebleken dat ondanks diverse waarschuwingen particuliere werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Deze hebben ertoe geleid dat mangroven zijn weggehaald en er onvoldoende beschoeiing van de wal is aangelegd. Door de springvloed is de beschoeiing weggespoeld met de breuk en de overstroming van landbouwgebieden tot gevolg. De regering is ingesprongen voor het herstel van de dam in deze het gebied vanaf het Bedevaartsoord de weg naar zee tot aan de Brantimakkasluis. Volgens minister Vijay Jotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie kan menselijk handelen een van de oorzaken zijn geweest van de dambreuk, maar dat ook de golven van de oceaan de beschoeiing kunnen hebben beschadigd. De bewindsman is zich ervan bewust dat een permanente en duurzame oplossing noodzakelijk is. Hij zegt tegenover het Nationaal Informatieinstituut dat de regering een structurele oplossing wil. Minister Jotkan vraagt echter om begrip en zegt dat er wat ruimte nodig is. Medewerkers van zijn ministerie gaan nog enige tijd in het gebied aanwezig blijven en zorgen dat zaken zich niet meer herhalen. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, zal een inventarisatie plegen van het aantal landbouwers dat schade heeft geleden en hoe groot deze schade is. De dienst der invoerrechten en accijnzen beschikt binnenkort over een nieuw kantoorgebouw. Binnen 10 maanden moet er aan de Abattoirweg een modern state-of-art gebouw verrijzen. De eerste steenlegging vond plaats op vrijdag 27 september. Als je jezelf brengt op het niveau van een individu, je functioneert beter als je eigen huis hebt. Als je geen zorgen hebt van mijn god, ik word elke keer weer eruit gezet. Of er is een mankement, maar het is niet van mij. Komt die man het voor me maken, komt het niet voor me maken. En omdat het toch wel haven, douane niet veel kostte, niet marktconform was, zag de gebouwen er verschrikkelijk uit. En als je moet gaan naar een moderne organisatie, dan moet je ze in een moderne plaats huisvesten. Dit is een organisatie die verantwoordelijk is voor de belangrijkste inkomsten van het land. En die kan je niet in een miserabele toestand laten. Dus vanaf mijn aantreden ben ik bezig weer met upgraden, standaarduitrustingen, materialen aanschaffen, wagenpark verbeteren, huizen opzetten, maar ook gelijk werken aan een eigen plaats. Het is een mijlpaal. Ik ben er ongeveer 26 jaar al binnen de organisatie. En we hebben altijd strijd geleverd hiervoor. En nu is het moment. En ik denk dat elke ambtenaar, ik kan praten op dit moment voor elke ambtenaar, vooral de ouderen onder ons, die weten dat we strijd hebben gevoerd. Dat het gewoon een geweldig moment is. Het is gewoon een topprestatie wat hier wordt neergelegd vandaag.
u begreep, zeg, kijk, waar je werkt, moet je sowieso als je thuis zit. Je bent bijna eenmaal 24 uur op het werk. En elke dienst streeft ernaar om een eigen huis te hebben, een eigen dak boven je hoofd, een eigen woning, gebouw. Maar dat hebben we, dat heeft de douane nooit gehad. Als u, ik weet niet, als u eerder bij de douane bent geweest, dan zou u zelf zien hoe gebrekkig we zijn ondergebracht op de verschillende afdelingen. En de douane die bestaat meer dan 150 jaar. We zijn het hart van de economie. Het is toch niet de bedoeling dat we zo blijven. Dus we zijn blij dat tenminste dat deze minister, dat hij dit heeft getrokken, dat hij hiermee is gekomen, omdat we steeds strijd hebben gevoerd. Dit is gewoon, het geeft een prettig gevoel. Zelfs als mens, als je eigen dak boven je hoofd hebt, ben je blij, want daarvoor werk je toch? Dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.